een negende speeldag met een Limburgse derby op het programma. Een wedstrijd tussen Hasselt en Bilzen. Een wedstrijd aan de onderkant van het klassement. Want Bilzen allerlaatste met nog geen enkele wedstrijd gewonnen. En één gelijkspel tegen het Hasselt van Papanicolaou, Petros Papanicolaou, die we in beeld zagen. En dat met een negende plaats al niet veel beter was gerangschikt. Maar wel goed starten, hè? Met een mooie goal. Al na 3,5 minuut van Van der Heijden. Zo werd het 1-0. En was de rode loper, of de loper althans. Of die roodzag wil ik nog in het midden laten. Maar de loper werd uitgerold voor de thuisploeg. Die goed aan de wedstrijd was gestart. Een paar keer ontsnapte aan de tegenprik. Maar zo'n 7 minuutjes in de wedstrijd. Met een schitterende deviatie van Kadouri. Op aangeven van El Gadaoui. Voor de 2-0. Ja, zo was het echt een heel mooi begin voor Hasselt. En leek het op een heel moeilijke avond af te gaan stevenen. Voor de bezoekers die een paar aanwinsten die ze hadden gaan halen. Die ze niet konden inzetten door omstandigheden. Maar kwamen dan toch 2-1 voor na zo'n 11 minuten in die eerste helft. En dat gaf de bezoekers dan weer wat hoop om te gaan verder bouwen. En de mogelijkheden waren er wel. Hè? Zoals die poging van onder meer Dossier om gelijk te komen. Dat lukte voor de rust niet. Hè? Want er was altijd wel iets of iemand die in de weg zat. De laatste interceptie was van Dries Franke. Tweede helft dan. Is het dan toch Dossier die gelijk maakt. Heel vroeg, hè? In die tweede helft. 2-2. En zo zag het er plots heel anders uit voor Hasselt, dat goed aan de wedstrijd was begonnen. Maar nadien een beetje weg gaan zakken was. En die tegenstander dat Bilzen toch iets te veel in de wedstrijd had laten komen. 2-2 was de stand. Tot dan een paar pogingen kwamen die maar niet binnen wilden. Hasselt had kansen om de voorsprong terug te gaan halen, terug te gaan zoeken. En uiteindelijk lukt dat wel met El Gadaoui, die na een knappe actie voor de wedstrijd weer gaat opengooien. Met de 3-2 is weer alles open en ligt het weer goed voor Hasselt. Maar Bilzen blijft vechten, blijft komen, blijft strijden en vindt dan uiteindelijk weer die gelijkmaker met Gerrits ontlading. Het ene moment volgde het andere op. Er werd gevierd, er werd gefeest op de tribunes. Iedere keer die ontlading en nadien de ontnuchtering. Want kijk wat Kadouri dan doet. Kadouri maakt er vanuit een scherpe hoek 4-3 van en opnieuw. Dan weer die ontlading, dat feest. Maar aan de overzijde, want Hasselt nu weer met de goede papieren. Als Alim dan, als er powerplay gespeeld werd door de bezoekers van op afstand, wordt getrapt. Dan wordt het uiteindelijk nog 5-3. We luisteren naar beide trainers. Petros, wat was dit voor een wedstrijd? Onwaarschijnlijk einde. Onwaarschijnlijk. Heel de wedstrijd zoeken naar goals. En dan de laatste minuut krijg je het er, denk ik, 3 in 1 keer. Van overwinning naar gelijkspel, naar overwinning. Ja, dat is ongelooflijk om dit mee te maken nu op dit moment. Je maakt die 3-2, je denkt het is binnen. We geven de 3-3 weg, cadeau. En dan toch nog die 4-3 maken. Ja, dat is schitterend, schitterend. De jongens hebben toch blijven voetballen en hun moment gekozen. En ja, het zat vandaag mee. Los van het feit dat dit de Limburgse derby was, zijn dit aardsbelangrijke 3 punten voor jullie? Ja, inderdaad. Wij stonden op 4 punten, zij op 1. Het werd ofwel wij 7-1 of 4-4. Dus voor ons superbelangrijk. Ook de weg naar de play-offs. Onze ambitie is de play-offs halen. En ja, we moesten winnen vandaag om die te halen. En dit hebben we een hele goede stap gezet in die richting. Oké, proficiat. Dankjewel. Dankjewel. Super. Dit was een wedstrijd van niks naar alles en uiteindelijk toch niks. Ja, dat is absoluut zo. Ik denk dat we voor de rust 400-500% kansen de nek hebben omgevrongen. Dat zit ons daar ook niet mee. Mijn doelman was vandaag ongelukkig ook bij de eerste 2 golen. Dan moet je vechten tegen de Bierka, je moet helemaal terug. Dat doen we dan heel goed. We knokken ons iedere keer terug in die wedstrijd, ook omdat we een goede organisatie hadden.
Maar je ziet op een bepaald moment ook met problemen met wisselmogelijkheden. Maar toch bleven we toch nog hard spelen tot het laatste moment. En dan, ja, dan is het een klein beetje, dat is ook de ervaring. Dan pak je die derde, vierde goal. Dat doet enorm, enorm veel pijn. Ook omdat de jongens echt hard gestreden hebben. Maar ja, goed, langs de andere kant geeft ons dat hoop. Want we zien dat we toch kunnen werken, dat we toch kunnen. We krijgen straks nog al die ploegen bij ons. Dus dat zijn allemaal wedstrijden die, als we straks iets beter staan, ook dat we wat meer getraind hebben, die we dan misschien wel naar onze hand kunnen zetten. Maar deze doet wel verdomme veel pijn, ook omdat de jongens echt enorm hard gewerkt hebben. En dan word je eigenlijk, vind ik, onverdiend verloren. En ja, dat doet wel pijn. Ja. Want jullie hebben al versterkingen gehaald. Die waren vandaag door omstandigheden voor het grootste deel niet beschikbaar. Dat moet jullie dan toch wel hoop geven. Want als die er dan nog bij komen, moet die een ploeg zijn die, ja, die misschien, zoals jij al aangeeft, hè, in die terugronde nog wel wat gaat moeten kunnen forceren. Ja, maar ik ben er zeker van dat we in de terugronde wel wat gaan forceren. Maar nu is het weer een opdoffer. Ook omdat wij, in Hammen deden we het ook aardig. En daar werden wij ook niet helemaal beloond. Want op een bepaald moment kregen we echt de mogelijkheid om 3-4-0 te maken. Dat deden we niet. Nu vandaag ook. Ja, dan voel je dat wel heel veel pijn doet. Maar goed, we gaan weer al de koppen bij elkaar steken. En we gaan er alles aan doen om de volgende match te schroeven. En dan komt IJsden. Dat zijn wedstrijden waar wij iets kunnen rapen. Dus we gaan er alles aan doen om onszelf te belonen. Veel sterkte. Merci, hè. Ciao.